Sabrina staat ready for the picture. Statief staat bijna klaar. Ja, ik lijk echt fucking kut, maar ik vind het hartstikke gezellig hoor. Ja, ja. Ze zei echt wat anders tegen mij hoor. Nu lijk ik echt een slecht persoon. Ga je me zoeken als ik weg ben? Hou je me tegen als ik weg ben? Sprookjes zeggen dat je echt bent. Ik ben verdwaald, dus laat me zien dat je de weg kent. Vandaag dinsdag, 14 november. 14 november al? I don't know. En ik kom van Amersfoort Centraal. Ik was net een dagje bij Carré. Heb ik niet gevlogd. Maar nu ga ik naar de bios met mijn oma. Dus dat is super leuk. Maar ik heb nog mijn koffer. Dus ik ben benieuwd hoe ik dat ga doen. Maar ik loop nu even naar de Pathé. En dan vanavond hebben we de marathon van Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dus daar ben ik super excited voor. Maar ja, eerst naar The Greatest Showman met Oma. Ik ben kapot. Oma. Hallo! Ik ben lekker aan het filmen, oma. Ik ben Sloopje van Centraal. Oh, mooi. Hallo, meisje. Hey. We zijn in de bioscoop. Heb je er zin in, oma? Leuk hoor. Ja, toch? Ja. Ja, ik vond het wel leuk om dit eventjes een memorale moment te filmen. We zijn in de bioscoop. Leuk, hoor. Ja. En we gaan naar The Greatest Showman. Dus dat is gezellig. Die heb ik al 3 keer gezien. Dan weet ik in ieder geval dat het een leuk film is. Het is in ieder geval geen horrorfilm. Nee, geen horrorfilm. Het uitgaan samen vind ik al leuk. Ja, toch? Precies. En als de film leuk is, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Ja. En koffie en koekjes zo meteen, dus dat is ook leuk. We gaan naar de film. Kijk aan. Niks scherp ook, godverdomme hier. We gaan naar... Weet je veel, mijn koffie. God, Jezus Christus. Is dit een remix? Ja. Yo, 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 zin in, yo. En Robin Hood komt bijna, oh my god, fangirling. Met de luidjes. Hallo. Hallo. Popcorn, soepjes, I'm ready. Jij wilde ook cola, toch? Ik pas. Eén cola voor jou, oké. Oké, we zitten in de vierzitters. En ik heb er zin in. Yay, cheers, maags. Hey, here we go. Het is nu 9:15 nog. 9 uur. Wat? Oh, ik dacht, sorry, Louis. Ja, dat is fijn. Dat ik altijd een harde pitjes uit de popcorn op de grond doe. Dus dat jij die erop moet hangen. Ja, je hebt speciale versie die heel slecht is, hè? Ja. De film. Dat het niet klopt en zo met alle andere Harry Potter films en zo. Oh. Dat ze niet kunnen tijdreizen of zo. Werkt het? Nu ben je papa. We hebben de eerste film gehad en dat was heel erg leuk. Hij was grappiger dan ik me herinnerde. Ik vergeet dat hij zo grappig is. Ja. Het is nu 11:30 bijna. 11:55. Een half uur pauze. En dan gaan we verder. Ik ga even koffie nemen. Ja. Hoe vonden jullie het? Nee, vet. Ik ben helemaal kapot nu al. Ja. Jullie hebben met Facebook inloggen? Nee, heb ik niet gedaan. Vet leuk. Mooi. Dan gaan we ermee beginnen. De naam van Newt Scamander kwam voor op de beroemde magische platgrond van Spicey. In welke Harry Potter film kon je dit zien? Holy shit. Ah, oh, fuck. Daar ga je in mijn kamer. Nee. Oké, laat maar jongens, ga het nu. Oh. I feel failed. Ja, iedereen valt er helemaal. De cultuur was hij op Hawaii. Super leuk met de hond achterin. Mama? Hey. Ik krijg hem daar. Cooper. Ik heb jullie natuurlijk zwaar of zo, maar ze komt aan. Cooper. Ik kijk naar de kat zeker.
Hij moet eerst zitten. Zit. Ga zitten. Oh jeez. Cooper! Die luistert niet, kijk daar. Jee! Oh jee. Cooper! Ik heb nu weer een kwartier gaan lullen over jacht. Als ik nu weer een kwartier, ik weet het niet, maar ik kan wel wat verzinnen. Ja, ik geloof wel dat je dat kan. Ja! Oh. Oh, hoi beste! Nou guys, het is vandaag zaterdag en ik ga naar Breda. Ik ga nooit naar Breda, vandaag wel. En ik ga met Roosemarijn en Sabrina afspreken, logeren. Dus dat is heel leuk. Heb ik mijn make-up een beetje oké gedaan? Nou ja, oh wel. Hi! Hi! We zijn er. Ik wilde altijd dat moment als je elkaar tegenkomt filmen, maar ik was zo verrast dat het niet lukte. Ze konden eigenlijk niet filmen. Ik zag niks. Ik zat echt zo te kijken van waar is iedereen? We kwamen tegelijkertijd aan. Ja, true. Nou, we zitten nu in het huisje van Roos. Ik moet het een beetje geheim houden, want ze wil zelf een... Eén ding, het is heel leuk. Ja, het is heel erg mooi. Jullie zien alleen maar witte achtergronden zo meteen, want ik doe allemaal helemaal close zo. Ja, je ziet ook heel klein beetje kleur van de bank. Eén van ons moet waarschijnlijk op de bank gaan slapen of op een luchtbed. Ja, maar dat komt waarschijnlijk nog wel in een house tour video van Roos ooit online. Zeg dat ze moet uploaden. Ja, echt hè. En Roos is nu drinken aan het halen voor ons. Schatje dat ze is. Precies, meteen service. Ik hoor je even praten in de keuken. Zet even hier. Cute girl. Love it. Ja, dit is ook echt... Oh, dit wordt eruit gecensored. Jullie zak en papier. Ja, leuk hè. Die is ik dacht, jullie zak, huh? Wat? Ali Express volgens mij. Oh, nu staat er mijn... Mijn excuses is dat ik mijn jas Hoi. Hi. Oké, ik ga even kijken door deze. Maar vinden jullie dan erg om gewoon met iPhone dan? Ik vind dat echt kut. Oh, als je een fotograaf vraagt of ik met een telefoon foto's te maken, dan zegt ze nee. Ja, maar dan moet jij je SD-kaart maar meenemen. Ja, en dan moet je maar met jou. Ik heb er ook 15 of zo, hè, thuis. En dan ben je me nou weer vergeten. Oh. En ik heb al mijn batterijen netjes voor jullie opgeladen. Oké, nou ik weet niet hoe je goed foto's maakt met deze, maar doe je ding. Goedemorgen. Ik vergeet altijd te filmen. Dan heb ik een vlog van 3 seconden. Goedemorgen. Ja, precies. Ja, dat herken ik ook. Nou, ik heb niet zoveel gefilmd gisteren uiteindelijk. Nee, maar dat betekent dat we het heel gezellig hadden. True. We hebben zoveel gepraat dat mijn camera er bijna tussendoor kon komen. Maar... Heel diep ga je verhalen. Op een gegeven moment over de dood te praten. Dan denk je ook inderdaad van... Is dat nog een idee? Nee, precies. Maar dat was wel fijn. En we hebben lekker geslapen met z'n allen. Mm-hmm. Oh, ik mag nog niet laten zien. We gaan nu even eten. Het is 9:30. Oh my god, mijn kat zit aan mijn bank. Nee. Oh, wat een lookje is dit. Een lookje. Meteen Breda in. Gaan we wel doen, toch? Ik denk het. Lijkt me leuk. Breda in. Ja. We gaan het heel gezellig hebben. Klinkt zo sarcastisch, maar we gaan het heel gezellig hebben. Gelukkig een klein lachje erbij. Ja. Oké, ik moet nu filmen. Oh ja, ik ga nu een foto maken. Oké, we zijn nog steeds bij Roos. Ik heb haar jas gestolen. Nog steeds. Dat is toch zo? Wat een helder is dit ook. Dat je nog steeds bij ik sta alvast hier. En te kou kleuren. Sabrina staat ready for the picture. Statief staat bijna klaar. Ik zet jouw kijkers, jullie, zet ik ook klaar. Hoi. En dan gaan we fotoshooten.
vinden. Oké, we hebben net foto's gemaakt met z'n allen. Hier. Ik hoop dat ze leuk zijn geworden. Ze zijn leuk. Maar je ziet ze nu in beeld of zo. Ja. Ja. Cool, hè? Vind je ze mooi? Ik vind ze prachtig. Jij ziet een beetje soms. Wat doe ik? Je staat er niet altijd even. Ik sta er niet goed op. Zeg. Ik doe alleen jou lelijk zo hier. Die krijg je niet eens. Oh. Dat vind ik nou niet heel erg, hoe heet het? Vriendelijk. Ja, even een beetje flauw. Collegiaal. Kudu, ik dacht het ook. Dat klopt niet helemaal, maar... Ja, maar ik vond het wel toepasselijk. Oké, dus we gaan nu naar Breda. En daar gaan we eindelijk koffie drinken, verdomme. Thee. Je wilde al sinds gisteren koffie. En het gebeurde niet, ik dus... Ik voel het verslaafd. Ik wil warme chocomel. Ik vind dat gewoon leuk. Nou, dat dus. Ik lijk echt fucking kut, maar ik vind het hartstikke gezellig hoor. Ja, ja. Ze zei echt wat anders tegen mij, hoor. Nu lijk ik echt een slecht persoon. Nee. Ik ben ook wel benieuwd naar dat boek, eigenlijk. Ik heb ook die van, mijn zus heeft die van Ananushin. En die... Ja, is die goed? Ja, ik heb het dus nog niet gelezen, dus ik wil hem eigenlijk wel lezen. Hallo papa. Papa. Robin Hood. Robin Hood. Mr. Egerton. Egerton, oh ja. Maar je denkt dat hij gay is? Ik geloof het wel. Het zou heel jammer zijn, maar ik geloof het wel. Oh, sad. Ian McKellen. Oh ja, Ian McKellen. We zijn nu bij... King of the Ribs. King of the Ribs. De hele dag gewerkt, dus we gaan nu eten en dan om 10 voor 7 hebben we de film. Dus we moeten wel snel eten. Oké, dit spicy is voor pa. Ik ben een nep indo. Hey, fop het. Deze voor mij. Lekker. Why? Hey guys. Het is vandaag vrijdag. 23 november en ik ben aan het editen. Ik ben thuis. Ik heb vandaag... Niet vandaag. Deze week 4 dagen gewerkt. Dat is de eerste dag dat ik thuis ben. En morgen ga ik naar de stad met mams en zus. Dan naar de film met collega's. Maar ik weet niet of ik dat ga vloggen, want I don't know. Ik ben aan het editen. My life is a little messy. Ik kom gewoon nergens aan toe. Heel december is volgepland met pathéwerk. Dus ik heb geen idee of ik überhaupt tijd, energie of whatever over zal hebben om te kunnen uploaden. Which really messes up. My plan of coming back to YouTube. Maar ja, we moeten het maar doen met wat we hebben. Ik heb gisteren en vandaag allemaal dingen uitgezocht bij Boohoo. En ik heb vanochtend besteld. Ik voelde me er een beetje slecht over. Want ik koop bijna geen kleding meer. Je kunt het je niet voorstellen. Maar ik koop echt... De laatste tijd heb ik eens in zoveel tijd 1 ding aangeschaft. En daar voelde ik me al eigenlijk een beetje slecht over. Ik heb laatst onderbroeken gedaan. Ik had 1 paar weggelegd. Want ik dacht in 1 keer €30 aan sokken en onderbroeken uitgeven... Doet me gewoon veel te veel pijn. Dus dat. Maar ik heb best wel wat uitgegeven vandaag. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer dat binnenkomt. Nu ben ik dus aan het editen. Bezig met een lookbook video. Alleen ik voel hem niet allemaal helemaal even zo. Maar dat ligt meer omdat mijn make-up... Ik heb gewoon verkrekt mijn make-up gedaan. En mijn huid was niet zo on point op dat moment. Dus. En dit is al een paar dagen of een paar weken geleden dat ik dit heb gefilmd. En als ik dan nu terugkijk naar mezelf, denk ik... Dus ik ga dat nu nog... Nou, afmaken weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om daar dat nog even iets verder te krijgen. Dit dan. Ja, supergoed shot zo, want je ziet helemaal niks. Het is zo kut dat als ik die outfit video had ik laatst gefilmd en op het moment denk je fuck yeah en dan kijk je het later terug, dan is het heel naar. Kijk, ik heb onderbroek gekocht hè. Oeh, ik ga nu heel mijn pakket unboxen. Oké. Ik kwam gisteren binnen en toen was ik aan het werk. Dus Robin heeft daar het baby opgemaakt. Ja. Yes. En ik heb mijn vinger opgesneden. En besteld ik dat aan het openmaken was. Ik zei eigenlijk dat ze niet het hele pakket open moest maken. Nee, het was al gebeurd dus dat ik de doos alleen nog opmaakte. Nou. Kan nu niet meer werken. Er zit zelfs een nietje in. Oh, en denk dat ze overal dood aan gaat. In een nutshell. Het is van de Eatwas. Kleur de kerst. En het is een zeer pakket. Oeh.
couleur de Christmas. Cedarwood en kaars is dit. Hoe moet je nou unboxen met één hand dan? En de geur kan ik niet... Mooi, ik het weer terug in de doos gebracht. Ja. De geur ruik je niet, maar het is intens. Maar een geurkaarsje is altijd wel leuk. En lekker. Cedarwood. Dus die. Allemaal heel leuk verpakt, dat sowieso. En... Wow. Ik weet nu al niet wat je hier precies mee moet. Maar het ziet er wel mooi uit. Glitter en hair body spray. Het ziet er zo fancy uit. Zo old school. Oké. Okay. Wacht, ik wil het uitproberen. Ik film nooit mezelf in vlogs eigenlijk. Altijd onderaan. Wow. Ja, doe je zo. Oh. Het is mooi als je het in je hals doet. Als je een mooie decolleté hebt die wij beide niet hebben. Die wij niet hebben, ja. Dat was voor mama. Ja. Oké, okay, ben je er helemaal zo filmen? Ik heb ook een bronzer gezet. Oké, even kijken. Ik vind de pakkettenverpakking best wel een mooie, zacht, mooie kleurtje. Ik had niet verwacht dat er zoveel... lippenstift bij zou zitten. Sparkling eyeliner, jongens. OMG. Kan je het zien nu? Yes. Omg. Maar die, ik dacht eerst dat die zilver was, maar het lijkt meer gemengd. Ja, het is een beetje zo'n donkergrijs. Maar ik denk dat je het beste dat over je zwarte eyeliner kan doen. Ja, dat is waar. Ja, vet. Oeh. Het zijn echt al hele mooie kleuren. Ik vind die rode mooi. De middelste. Mm-hmm. Ik vind dit ook een mooie kleur. Ja, ze zijn allemaal heel mooi. En ze zijn met magneetjes, hè? En er was er nog één. Oh my god. Doe eens op. Er komt niks af, wel. Wel glitters. Ik zie nu pas dat het een soort niet zo ver eruit. Straks breekt hij af. Misschien moet je dat ook weer ergens overheen doen of zo. Want dit is gek. Ik denk over die kleuren dan. Ja, want je hebt nu een soort glitterlip. Dat je dan echt rode... maar één glitter hier en één glitter. Oh. Maar dat je dan rode lippenstift hebt en daar een glitter overheen. Dat is wel vet, überhaupt. Met ja. Nog in de palet. Oeh, peachy. Ja, heel mooi. Dit is allemaal schuim. Angel met jasmine, lime en mint, jasmine vanilla, lime en mint en elderflower raspberry. Oeh. Dat is wel heel lekker. Ik hoef niks meer te kopen de hele tijd van al die shampoo dingen en zo. Het ziet er wel super lekker uit. Kijken of ik zo creatief ben om er een look van te maken. Ik zie geen glitters op mijn... Oh jawel. Ah wel. En dan binnenkort ga ik even een lookje proberen. Wel very nice stuff. Like it. Ik zei het daar ook niet. Maar ik snap wel dat men dan denkt. Waar gaan we heen? De stad. De stad. Rema. Ontbijten. Alleen dat. Nooit gedaan. Ik heb ook lippenstift bij me als je wil. Nee, maar ik heb een puistje. Op je lip. Oh, komt dat nu erop? Ja. Sorry. Ik kan weer niet wat zoeden vandaag. Je maakt het zelf erger. Ja, het is toch wel erg. Nee, dat was ik mee. Het is toch wel erg, want waar valt het mee? Moet je kijken, ik heb wel een hele leuke... Mam, hoe oud ben je? Sorry? Bijna 70. Of je toch niet te zien? Nou, valt het toch hartstikke mee? Valt hartstikke mee? Ja, oh, dan valt het alweer mee. Oh, dat is een compliment. We zijn hongerig. We hebben nog niet gegeten. Hangry. Hi. Even een foto maken voor Arjen en Miguel, ja? Ja. Croissantje, meeples. Zo lekker. We kwamen hier voor het ontbijt. Het ontbijt. Heel veel plezier. En dan waren we alweer te laat. Ja, een speciaal 10 uurtje ontbijt. Voor hoeveel iets. En dan kun je 5 dingen voor 2 euro. En het is nu 10:30. Dus dat hebben we niet. Maar we hebben wel andere dingen. Wat typerend ook met mijn kamer. Hallo. Nou, ik ben allemaal geslaagd. Nee. Ik heb één paar oorbellen, mama heeft niks. Nee, ik ben wel. Nee, wel, ik heb boeken, schrijfboeken. Oh ja. Plan voor alweer plannen maken. Halve plannen maken, niks uitvoeren, maar plannen maken. Oh, joh. Ik heb een cadeautje voor mijn vriendinnetje. Boeken, en ik heb een van de overige 20 euro. Ik heb een legging. Zo'n soort leren legging gekocht. Kijk, ik kwam erachter dat mijn haar goed zit. Dat ik goede haar heb vandaag. Ja. Alles wat ik aanraakte was meteen 40 euro. Ja, alles.